Thank you.
sillonné d'éclairs illuminant la nuit, plus haut que l'œil ne peut atteindre et que l'oiseau ne peut voler, son front majestueux montant jusqu'au palais des immortels. Se dresse la montagne souveraine. Son ombre immense terrifie les cœurs timides des humains. Nul être n'a jamais foulé la neige de ses fiers sommets. Les aigles seuls ont entendu le vent gémir dans ses cavernes. Et c'est un dieu, on la voit descend parmi nous. Des sources coulent de ses flancs, versant d'eau pleine au vallon. L'eau qui délivre du péché, l'eau qui féconde et qui nourrit. Et le torrent joyeux bondit vers les pays ensoleillés. Où s'élèvent les cités florissantes. Dans l'ombre épaisse des forêts, voici que montent les rumeurs. Les cris d'angoisse et de désir, appel de haine, appel d'amour. Et sous les arbres inclinés, paisibles tuiles poursuit ton cours. Aux fleurs, où se reflète le ciel lumineux. Thank you.
De opening van het Avrotros Vrijdagconcert seizoen 2019-2020 is een feit. Met deze uitvoering van de Evocation, opus 15 van Albert Roussel. Drie impressies van India, 100 jaar geleden. Toen Roussel daar met zijn vrouw op huwelijksreis was. Twee instrumentale delen en dan een laatste gedeelte waarin twee geliefden een zwoele avond beleven langs de oevers van de Ganges en 's nachts zich overgeven aan het liefdespel. Alles wordt een klein beetje impliciet weergegeven door het koor. Zonder woorden, maar met klanken. En daarnaast, dat was natuurlijk het Grootomroepkoor. En daarnaast waren een aantal solisten in dit laatste deel te horen. Cecile van der Sand, mezzo-sopraan. Alessandro Fischer, tenor. En Jean-Luc Balestra, de bariton. En natuurlijk het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan.